Ja, maak weer. Nice, we zijn weer begonnen. Hey, hallo, dames en heren. Welkom. Hallo. Bij de nieuwe Paniek met Sneak. Nummer 3. Deze keer daadwerkelijk gespeeld in de nacht, in het donker. Laatste aflevering, heb ik gehoord. Ik heb vernomen dat dit de laatste aflevering wordt van de Outlast-serie. What the fuck? Hier waarom ben ik hier? Bij? Dan moet ik die ene jumpscare weer... Nee, hier was geen jumpscare, toch? Of wel, met die rolstoel, ja, ik heb die ene gemist. Die rolstoel, man. Nou, dan is... Nou, jongens, jullie krijgen deze jumpscare te goed. Hé, hey, daar is de rolstoel, man. Hé, hey, huh? What the fuck? Waarom heeft hij daar opgeslagen? Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Wat een onzin. Ik schrok alsnog een beetje, hè? Gadverdamme. Seriously? Ja. Ja, dit is de recap van de vorige aflevering, jongens. Ja, altijd even zo... Wat vooraf ging op een vorige keer in. Toen rende je terug bij die mannen hulp te zoeken, toen spuugde je op hem. Voor mij heb ik gewoon even een trapje gegeven, dat was het. Ja, kan ook gebeuren. Zijn er nog batterijen? Weet ik niet. Hey, hij is een screensaver. Maar loop maar door. Speedrunners. Oh ja, hier ga je ook achter je kijken. Wacht, hè? Hey. Deze man hadden we veel eerder gezien aan het begin. Het spel heeft heel erg raar... Nu was het dus deze man, hè? Ja, die lichtjes gingen uit. Anchorman. En toen begon in één keer iemand te kijken of zo. Ja, er kwam die priester van het begin. Nee. Kopje koffie. Kopje koffie. Nee, hier was ik niet zo van. Nee! Nee, klopt wel. Alright. Hide in the locker, don't try to fight. Ik zei je stop in die locker, Nick. Hey, dit is die naakte man van het begin. Get it, bitch. Nee! Kom op! Fuck off! Het enige wat je niet moest doen, doe je. Hier komen, bitch! Nee, dat kan niet. Oké, dit. En nu? Sorry jongens, ik ben agressief geaard. Ik dacht alleen maar anders geaard. Oh, kut! Stop je in die lonker. Maar dit is dus het probleem weer te spellen. Nu zijn die beesten niet meer eng eigenlijk. Nou, een beetje wel hoor. Vind je? Oh, de shit, zijn handje ging door. Ja. Het schijnt in de beter dat deze man gespierd was in plaats van dat hij dik was. Nou, dat had ik minder eng gevonden. Waar gaat hij heen? Wacht, hè? Rustig aan. Hij kijkt nog even naar me. Natuurlijk. Heb je broekje nog aan? Kan ik al uit? Ik zou even wachten die weggelopen helemaal. Hij loopt nog een beetje op de achtergrond te bompelen. Heb jij dat spelletje als tot zo? Ja, ik kan me misschien niet heel veel van herinneren, moet ik zeggen. Vind ik ook me gewoon verveelde. Okay, hij is het deurtje ingegaan, dat hoorde je net. Dus, je moet nu naar de basement, Nick stond er net in het schermpje. Waar zijn die nog? Die rolstoelman, waar zijn die nu nog liggen of niet? Ja, ik denk het wel. Hey, het deurtje is een keer open. Een squeeze through. Een squeeze through, dat is nooit een goed teken in het spel. Een boonkie. Petje. Nou, prachtig. Machtig mooi. Waarom kan ik naar zoveel plekken? Betekent dat ik nog 3 batterijen wat daar rechtsbovenin staat? Yep.
Je kunt over dingen heen springen als je er naartoe loopt. Hoep. Hey, Nick. Moet ik zo mijn dinges gebruiken? Ik zou hiervan wegrennen van die man. Hey, daar is een ding naar voren. Nee, andere kant. Ja, daar. Mijn batterij, moet ik die zo gebruiken of niet? Zo min mogelijk. Je moet 2 pompjes aanzetten. Heb je te veel aan laten staan? Mijn batterij niet? Nee. Zodra je weet waar je heen loopt, pump room, daar moet je waarschijnlijk eentje doen. Twee knoppie. Het is wel stil, te stil. Oh, daar is het andere pompie. Oké. Okay. Soep. Oh, daar kon je ding omdraaien. Daar om, achter je. Nee, daar. Nee, dat draait dat velf ding. Wat? Dit? Ja, die kon je net een draaien, toch? Nee, voor mij was het iets anders. Nee, rechts. Daar. Waar is een kluisie? Maar kom maar, is dat iemand? Ja, is dat een man? Holy shit, dat was heel erg lucky, want dat bedoelde ik niet eens dit. Nice. Oké, maar je hebt dus die 2 schakelaars omgehaald, dus nu kun je waarschijnlijk gewoon door naar het midden weer, weet je wel, waar je die schakelaars moet doen. Waarschijnlijk kun je dan nog een schakelaar omhalen. Kan ik waar of die? Weet ik niet. Oh, ze laten even een stoppertje spelen. Oh kut, die man heeft een mes. Ah ja, hier. Kun je het knopje indrukken? Wacht, maar je hebt toch het ding al aangedaan? Weet ik veel wat ik moet doen. Ik snap het ook niet. Zit daar een batterijtje? Nee, rechts. Hoe doe ik een reload batterie? Oké, okay, hier. R. Zit je onder het bed moeten gaan zitten? Ja, ik ben al te laat waarschijnlijk. Wacht, want het er inloopt en ren langzaam. Kan dat? Fuck. Dit werkt ook een verstopplek. Je man ziet heel intelligent. Het is best een leuk spelletje dit. Gewoon hide and seek of spelen.nl. Hey, hij had die deur wel even heel kunnen laten wat mij betreft. What the fuck? Gewoon een mooi huisje hier. Maar je indruk of zo? Ik weet echt niet wat hier de bedoeling is. Nee, maar je generator ging er ook aan, dus... Ah! Fuck! Oké, weg hier, weg hier, weg, weg, weg! Oh, ik spart er ook even hoor. Waarschijnlijk ziet hij als je dit... Hé, hey, weg! Kom op! Loop, loop! Loop af! Ren! Ja, en nu moet je een wapentje oppakken. Weet ik niet af te verstoppen. Is dat hem? Ja, dat is hem. Die kijk uit. Die man is fucking strong, ja. Waar ga je allemaal heen? Loop eens door, gek. Woe, parkour. Zing, waar ben je? Haha, get juiced. Ben je nou Assassin's Creed aan het spelen? Ah, fuck! Ja, wat moet ik nou doen dan? Jij bent een beetje zacht op het moment trouwens. Juked. Oei, ik heb hier een rondje omheen. Je hebt fucking juked. Oh, juked. Ik heb geen idee waar je heen moet. Ja, wat moet je doen? Ik zweep me kapot. Oh kut, dat kan ik niet uit. Ah fuck, ik ben neer. Een rip. Maar je moest, hè? Moet ik teruglopen ofzo? Je kunt even terug naar het begin lopen of zoiets. Ja, ik heb een screen through stukken, daar kan hij sowieso niet heen. Oh, oh. Daar de screen through op. Hoepla. Hé, hey, je klinkt een beetje ver weg, Nick. Fuck. Is het zo beter? Ja.
Oh jongen, ik zweet me kapot. Oké. Ja, dat zijn allemaal bordjes daar. Misschien ja, maar ik weet niet wat ik moet doen. Draai eens om. Het zijn bordjes. Daar eens op in. Of zou ik nu gewoon weer naar boven moeten? Heb ik ergens een quest? Weet ik niet. Ja, je kunt boven kijken of het licht weer aanstaan, maar... Lijkt me niet. Nee, het lijkt mij ook niet. Maar het instructie stond er ook nog bij, dus het is een beetje raar. Ik wel even. Ja, die man was er klaar mee, hoor. Heb ik ook helft... Hey, batterijtjes. Kom maar door. In de broekzakkie. Oh, je gaat gewoon kruipen. Is die gozer hier nog? Ah, fuck! Oké, maar die bordjes die er staan. Welke? Achter je. Zet je night vision uit? Kijk door het hekje waar die man net vandaan kwam. Het zijn bordjes met tekst erop. Daar zou je dingen moeten zijn, toch? Ik heb ook alles op de camera trouwens. Ik ben al 15 uur aan het filmen. Oh nee, 15 minuten. 15 uur? Omdat ik in het spel aan het spelen bent. Even kijken hoor. Waar zijn we? Bij de X. Ik kon daar niet rechtdoor, toch? Weet ik niet. Ik heb het geheugen van een... Of moet ik daarheen? Naar de elektriciteits... Wat zei je? Die moet ik daarheen. I guess, I don't know. Want dit is waar die... Dat is die middelste kamer. Ja. Yeah. Oh, het stond... Lijkt je moet even... Ik weet niet, bij de controlepaneel stond iets wat je moest doen, maar ik weet niet meer wat. Ik denk dat ik ga wel gewoon proberen naar die elektriciteitscounter te gaan. Het probleem is dat die man aan mijn achter je aan zit, je niet meer kwijtraakt makkelijk. Ja, daar zul je hem hebben. Is... Ja, what the fuck man? Is niet, Tyfus op! Hondenjong. Ik zal gewoon proberen langzaam te rennen. Hier. Je hebt opgespokte muziek erbij. Oh kut, ik moet niet jumpen! Fuck! Links, rechts. Moet ik hier rechts? Ga in de lonker. Hier raak ik hem ook kwijt tijdelijk. Moet ik mijn gamma ook hoger zetten? Voor mij mag je. Ik vind het ook echt irritant bij spellen dat het donker is. Hij is een deurtje weer neer aan het slaan. Kom op, wil je die deur niet gewoon heel houden? Je zou hem niet anders de deuren kapot moeten slaan en jij hem gewoon makkelijk open kan duwen. Als deze, als hij me nu laat jumpscare, dan stop ik met het spel. Is hij weg? Het is weer... Nee, maar gaat je niet, die lockers pakken ze hier niet, hè? Niet zo zwaar ademhalen, man. Echt. Stortvloed op mijn vloertje hier zo. Is die man op weg? Hij klinkt of die weg is. En wat rijd je rechts? Ik heb weer kapot gebeukt. Wat een lul. Wat kuipie. Wat is dit? Is er daar een bordje die kant ergens uit? Ja. Hangt er een lijnkie. Hé, hey, batterijtje. Ze maken hem wel makkelijk, zeg. Ja. Electric room, dat klinkt goed. Zo hard, man. Oh, kijk, daar is de schakelaar. Hey, was die ene gozer hier niet? Ja, dat is waar die priester was. Is het nou klaar of niet?
Ja, batterij is leeg. Oh. Als je dit zo glitchy. Oh. Waarom loopt hij opeens hier achter je aan? Lijkt hij het hele tijd binnen staan, nu komt hij naar je toe. Zo'n sprintje, doe zo'n sprintje. Oké, dus je moet nog één zo'n schakelaar vinden. Denk nee, dat is die hier in het midden, denk ik. Nu. Denk je dat? Oh ja. Nice. Ik vind dat dat. Ik vind dat dat genoeg is voor één aflevering. Ik hoor wel dat het hier na gebeurt eigenlijk. Hoor je het jumpscare? Ja, er was nog één, hè? Ik liep er gewoon langs, maar voor mij was er nog een jumpscare. Skip ze gewoon. Ik hoor weten dat het boven gebeurt. Nee. Ja. Nee, dat is een cliffhanger voor volgende aflevering. Er komt geen volgende aflevering. Jawel, die komt wel. Ben? Oké. Okay. Nee, kom even boven. Ik kom boven kijken. Kom op. Doe me dit niet aan. Deze aflevering is toch niet eng. Ja, maar die ene dikke man loopt hier. Ja, I don't know. Waar kun je nu überhaupt heen? Doet het Liffy het nu? Ik ga kijken. Eerst hoorde je dat? Nice. Is toch prachtig? Ik ga weer naar die ene kamer. Oh ja, misschien kun je door met Henken nu. Oh, mijn deur is eruit gebeukt. Ja, dat is wel logisch. Oh, je gaat serieus door met Henken. Ja, hier! Fuck it! Dat is het einde van de aflevering. Dat is best een goed einde. Dat is best een goed einde. Ben ik nou ook zo'n... Word ik nou zo'n rolstoel, man? Oh, shit, die man is echt heel eng. Hij doet me nek aan een leraar van me. Meneer Wonderman! Stijn en Emiel, dat is sowieso meneer Wonderman. Oh, kijk, dit is... Wat gebeurt er? Die man kon vliegen. Het ziet eruit als een verneukte Garry's mod. Waarom deed hij eerst het lichtje uit om je vervolgens mee te nemen? Dat is een safe and exit. Nee, wacht even. Zo meteen moet je alles weer opnieuw doen. Ja, precies. Moet ik hier even... Nee, maar die vorige keer een safe exit. Dat was een sappige aflevering, hoor. Ja, best wel veel bereikt eigenlijk nog. Best een goed spelletje wel op zich. Ja, je vindt het nu wel wat. Ja, ik vind het best leuk nu. Maar de jumpscares zitten er ook een beetje uit volgens mij nu. Echt? Nou, ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ze zitten er wel in, maar het lijkt me, ze zijn niet meer de hoofdschrikdingen ofzo. Het is niet meer dat je achtervolgt. Gozer, weet je... Als dit de hele tijd zo blijft, ik kan daar best van blijven schrikken hoor. Ja, maar dat is een klein beetje zo. Niet lijkt dat het heel erg is eerst, toch? Wow. Ben je dit nog aan het opnemen? Lilliputter. Je bent dit nog aan het opnemen, toch? Ja, ik moet even save and exit. Kom maar door. Is er ook een hotkey voor stoppen met opnemen? Vast wel. Oké. Wat is de hotkey er?